Het is winter en dus hangt de vlag uit bij de ijsvereniging in Renkum. En de kassa is open en natuurlijk is er warme chocomel. Maar waarvoor? Voor dit. Kajakken. Wel even wennen voor de bezoekers van de ijsvereniging. Het is geweldig. Ik dacht eerst ze gaan iets doen met de Olympische Spelen, maar dit is ook leuk. Ik heb kanoën nog nooit gedaan, dus nu het schaatsen nog. De ijsmeester heeft ook geleerd anders naar zijn baan te kijken. Hij is goed diep en een mooie grote oppervlakte. We hebben geprobeerd er een parcoursje neer te zetten in de vorm van wat pylonnen. En dan heb je gewoon een ander soort pret dan ijspret. En dan doen dit soort beelden toch misschien ook wel naar andere dingen verlangen dan echte soep. Een ijsje, ja, dat zou lekker zijn met het zonnetje. Want ja, bij een ijsvereniging past ijs toch uiteindelijk beter dan een kano. Als ik een ijsmeester diep in het hart kijk, had hij dan toch niet liever ijs gehad? Uiteraard, maar dat zit in het hart. Ja. Want ja, zo had het ook kunnen zijn.